Het werk van het hoofdstembureau van Paramaribo is nog niet afgelopen. Dit zegt voorzitter Mike Nerkust. En volgens hem hebben de leden lange dagen gemaakt na de indiening van de kandidatenlijsten op 9 april jongstleden om te komen tot de resultaten van de geldigheid van de kandidatenlijsten. Hij geeft verder aan dat het nu tijd is voor de colportagewerkzaamheden die vanuit de commissariaten worden verzet. De verschillende politieke partijen zullen hierbij betrokken worden. Elke partij mag 2 getuigen indienen voor het uitdelen van stembiljetten, zegt Nerkust. Zelfs het bestellen van de oproepingskaarten, zodat mensen op de dag der stemming met de oproepingskaart kunnen gaan stemmen. Dus nu gaan we dan richting colportage, waarbij elke politieke partij die deelneemt aan de verkiezing getuigen gaat aanleveren om deel te nemen. Toch als getuige voor het verdelen van de oproepingskaarten. En dan krijgen we dan de dag der stemming. Colportage is wanneer de stemkaarten worden verdeeld. Dat is tot aan de verkiezingen. Je hebt de gelegenheid dat men aan huis gaat. Daarna heeft men de gelegenheid om zelf te komen. En is dan op de dag van de verkiezingen kan men het op de resort, als het goed is, halen voordat men gaat stemmen. Voorzitter Mike Nerkust van het hoofdstembureau van Paramaribo. Hij sprak vanmorgen over de colportagewerkzaamheden die binnenkort van start zullen gaan. Elke politieke partij kan 2 getuigen opgeven voor het verdelen van stembiljetten.